Het leek hier wel het Wilde Westen in de Frederiklaan. Buurtbewoners mochten hun huizen niet uit. De hele straat werd afgezet. Veel politie op de been. En dat allemaal omdat er hier, in dit huis, zich een man schuil hield. Uiteindelijk moest er een arrestatieteam aan te pas komen om hem te arresteren. En ze bliezen deze deur eruit met explosieven. Wat woensdagmiddag begon met de melding van een vernieling en bedreiging met een bijl en mes, eindigde met een inval van het arrestatieteam waarbij zelfs geschoten werd. Want er kwam iemand van zijn werk en zei, oh, alles stort vol, politie. Ik zeg, nou zeg, hier het lijkt wel Wild West. Hè? Ja, nee, ik vind het niet normaal meer hoor, sorry. En die man was dan wel verwaard, maar volgens mij hebben ze hem geschoten in zijn benen, als ik het heb begrepen, maar dat weet ik niet zeker. Mijn moeder kwam hier en toen mochten we eigenlijk niet meer terug in huis. Ja, wat moet je ervan denken? Je hoort te vaak voort van die dingen en dan, je snapt en je gaat er eigenlijk vanuit, want dat gebeurt hier niet. Ja, het gebeurt toch. De schrik zit er nog wel in bij de buurt. De verwarde man gooide tientallen dozen uit zijn huis, vloekte en tierde. En het duurde enkele uren voordat de politie de situatie weer onder controle had. Bij de inval raakte de verwarde man gewond. Hij werd geblinddoekt en geboeid op een brancard afgevoerd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ik ken die mensen niet, want ik ken er veel. Ik woon op de andere kant van de Frederiklaan, maar deze ken ik niet. Nee. Maar wat denkt u dan? Want dat gebeurt toch bij u in de buurt. Ja, ik vind het maar een beetje benauwd worden hier allemaal, hè? Want dat verwacht je toch niet, op zo'n mooie, chique straat. Alleen dat het een schilder was, dat er ooit een schilderij voor de raam stond, maar meer weet ik niet. Nee. Was het even schrikken? Ja, want ik kwam net terug van vakantie. Dus ik had mijn koffer net binnengezet, toen moest ik alweer weg. Ja, ik weet dat zijn vriendin was een kunstenaar. Of kunstenaresse dan, en wie hij was. Je zag hem wel eens en dan was je heel vriendelijk. En ja, dan zei hij wat en dan was het klaar. Ja, dat was goed. Maar voor de rest, eigenlijk helemaal niks. Een vrouw die ook in het huis was, bleef ongedeerd. Ze is meegenomen door agenten, maar ze werd niet gegijzeld en is ook geen verdachte. In verband met het toegepaste geweld doet de Rijksrecherche verder onderzoek op de Frederiklaan.